Dit stukje oud water is voor Eve Tessel. De film speelt zich af tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar omdat op Tessel veel van de oorspronkelijke bebouwing uit die tijd verloren is gegaan, wordt de film voor een deel in oude water opgenomen. Het plaatselijke verenigingsgebouw doet dienst als hoofdkwartier van een Duitse commandant. Vroeger was het een basisschool. Daar heb ik nog op gezeten. Dit is wel een van de oudste gebouwen, denk ik, in oude water. Ah, vandaar ook dat ze ervoor gekozen hebben, denk ik. Dat denk ik ook wel, ja. We hebben daar verderop in de straat hebben we de make-up ruimte. Daarachter kunnen we parkeren. We hebben een eigen productiekantoor. Nou, dit plein is ideaal voor de film zelf. Het hele plaatje klopt. De crew loopt nu al de hele week rond in oude water. En laat zelfs inwoners van het stadje figureren in de film. Ze zijn zo van de straat geplukt. Ik stond bij school, bij de Marierschool, om mijn kinderen uit school te halen. En toen werd ik benaderd. Helemaal te gek. Ja, en ik zat hier gisteren op het terras met een paar vriendinnen. En toen stapten ze op me af dat ze mensen nodig hadden. Dus ja, lijkt me wel leuk. Morgen is de laatste dag. Maar dan moeten de filmmakers nog wel het een en ander opruimen. Zoals deze muur, want die is nep.